Meneer Verhaar, begin 2014. Even wat korte vragen over verwachtingen. Krijgen we nog problemen met de euro dit jaar? Nee, krijgen we niet. De euro die is eigenlijk al sinds 2008 een hele sterke valuta. Is niet onderuit gegaan. En als de Europese economie weer gaat groeien, zal de euro een sterke valuta blijven. Geen probleem. Hoe zit het met de banken in Europa? Ja, daar kunnen we wat problemen gaan krijgen. Dit jaar wordt het jaar van de waarheid. 2014 gaan opnieuw stresstesten plaatsvinden. Opnieuw, weer zo'n stresstest waar... Niet die stresstesten van een paar jaar geleden. Herinner je nog wel, Dexia was een van de beste banken. Twee weken na de stresstest, hup, failliet. Nee, nu een echte. Nu moet die echt gaan plaatsvinden. In september van dit jaar komen daar de resultaten van. Daar zullen zeker banken bij zitten die niet solvabel zijn. Weet je van tevoren al welke dat zijn? Nee, dat weet je. Dat is moeilijk te zeggen. Ik zou het graag willen, maar dat weten we niet. Dus er zullen banken zijn die problemen hebben. Dat betekent aandeelhouders gaan betalen, obligatiehouders gaan betalen en wat spaarders gaan betalen. Maar de meeste banken zullen hier doorheen komen. En in oktober van dit jaar neemt de Europese Centrale Bank het toezicht op onze grootste banken over. En ik denk dat we dan vanaf 2015 in rustige vaarwater terecht. Maar de toezichthouder gaat alle banken zeg maar beheren? De Europese Centrale Bank gaat de grootste banken in Europa beheren. Dat zijn ongeveer de top 200. Die gaan ze weer. Maar dat zijn ook... Is dat iets goeds of moeten we daar zorgen over maken? Nee, dat vind ik juist erg goed. Ik denk we hebben nu eenmaal één Europa. We hebben één centrale bank. En die gaat het toezicht houden. In Nederland, hoeveel problemen krijgen wij met die paar banken die we nog niet in staats eigendom hebben? Nee, de Nederlandse banken zijn denk ik alle problemen die we gehad hebben. 2015, 2016. Heel positief. We zullen kijken of SNS, nadat ze die property finance zijn. Eigenlijk verwacht ik in Nederland geen problemen meer. ING heeft alle staatssteun teruggegeven. Zelfs de overheid gaat... Geld aan verdienen? De overheid, wij als belastingbetalers hebben er geld aan verdiend. Dus Nederland is denk ik... Nou, wij zijn dus kiezen doorgekomen. Landen, gaat Griekenland, Portugal, Ierland, verwacht je daar nog problemen? Nee, eigenlijk niet. Zeer tot de verbazing zie je dat in Ierland, dat ze weer volledig op eigen benen staan. Ze kunnen zichzelf weer gewoon vrij goedkoop financieren. Griekenland en Portugal? Ja, Griekenland zal altijd een zwakke broeder blijven binnen de Europese gemeenschap. Dat moeten we gewoon accepteren. Net als de provincie Drenthe nooit de meest rendabele provincie in Nederland. Limburg. Nou, Limburg weet ik niet, maar Drenthe. Hè? Dus wij hebben gewoon in Nederland ook eigenlijk gewoon geen problemen meer met Europa met faillissementen. Economie, hoe gaat de economie groeien? Nou ja, dat is lastig. Ik vind dat wel lastig. Gelukkig zie je nu dat we nu door het dieptepunt heen gaan. Je ziet de Europese economieën een klein beetje aantrekken. Maar er moet nog veel gebeuren. Je ziet dat Hollande nu in Frankrijk heeft gezegd... Ja, we moeten toch echt het bedrijfsleven ondersteunen om groei te krijgen. Nou, dat beleid zou ik graag in Nederland ook nog willen zien. Dus... Ik dacht dat ze dat altijd al uitdragen. Nee, dat vind ik niet. Ik vind het ondernemingsklimaat in Nederland nog niet zo verschrikkelijk goed. Maar ik zie, laten we zo zeggen, we gaan uit het dieptepunt, gaan we wel weer groeien. Nou, is de rente op nul? Betekent dat nog dat de pensioenfondsen nog grote problemen gaan krijgen? Ja. Als je mij vraagt wat wordt het hoofdpijndossier voor de komende jaren, dat is gewoon het pensioen. Niet alleen die hele lage rente, waardoor die verplichtingen van de pensioenfondsen maar ook erg hoog zijn. En zelfs al maken ze een heel mooi rendement, de verplichtingen die nemen nog meer toe. Ik maak me veel meer zorgen over het feit dat we met z'n allen zoveel langer gaan leven door innovaties in de gezondheidszorg. Ja, wie gaat dat betalen? Als je weet dat de baby's van nu... waarschijnlijk gewoon tussen de 90 en 100 worden. En er soms al gesproken wordt over leeftijden van 110, 120. Dan moet je... Lekker, mooi lange termijn probleem. Want eigenlijk voorlopig kunnen die pensioenfondsen van ons bulken van het geld. En hebben wij het vergeleken met Europa goed voor elkaar. Vergeleken in Europa is ons pensioensysteem erg goed gefinancierd. Wij sparen voor ons pensioen. We hoeven het niet uit de lopende belastingen te betalen. Dus dat is heel positief. Dus laat ik vragen, zie je nog problemen voor de komende 5 jaar? Nou, nee, ik ben eigenlijk erg optimistisch. Het enige wat ik hoop is dat wij zullen inzetten op innovatie. Dat we nieuwe bedrijven de kans geven om te groeien.
zeg maar wat Schumpeter noemt constructive... Creative destruction. Creative destruction. Goed gebeuren. Dat begrip gaat de komende jaren het worden. I love creative destruction. Echt heel erg mooi. Hey, de beurs is een all-time high. Nou, niet all-time high, maar is high. Wordt het een goed beleggingsjaar voor in Nederland in 2014, 2015? Nou, ik zou zeggen dat wij zijn veel minder hard gestegen dan in de Verenigde Staten, waar ze wel echt op een all-time high staan. Die Verenigde Staten groeien ook veel harder. Nou, als die Europese economieën net zo hard gaan groeien als de Verenigde Staten, dan zitten voor ons zeker nog 500. 500, 600. Absoluut. Een hele optimistische, positieve Peter Vaar. Dat heb ik wel eens anders meegemaakt. Dank je.